Waarom, okay. Maar als je zo'n geel deentje droopt, waarom maakt het dan een geluid alsof er een kindje van die verbrand wordt? Rick, je bent een lul. What the fuck? Ik ben Rick van Sven Gameplay en vandaag gaan we my boyfriend spelen en naast met... Maar toch, een hele leuke. Zie je meteen keihard waar dit spel op slaat. Nergens opname. Oh, zie je! Waterval. Ik heb geleerd hoe ik een workbench moet maken. Ik denk dat je altijd de 60 hertz mode moet nemen als je gaat recorden. Dat was een klein boertje. Jongens versieren, virtueel daten, sms tip, uitgaans tip. En nu ik jullie de aandacht tot nog heb. Dit is een klikspel. Dat betekent dus dat je dingen moet klikken. Antarctica. Land. Wat is de definitie van land? Het leuke aan deze serie is dus een beetje dat ik echt heel erg zuig in Minecraft. En ongeveer 20% doodgaan. Iedereen weet dat de voorste plekje bacon is en de achterste is hoe het je harrelt. Het woord serpent zit erin, dus dat kan allemaal kut zijn. Limburg. Ja, rechtsboven je, rechtsboven. Ja, dat zou ik maar doen. Hoe maak je ook weer een workbench? Zei je 3 seconden geleden niet dat je wist hoe je een workbench moest maken? Yep. Heel goed. Nee, draai desert komt nog. Voor de fanboys van Draai Desert. Hoe maak je ook alweer een workbench? Teringlaaiers. Hoe verspreid ik mijn planks over mijn crafting dingetjes? Zodat ik 4 aparte planks heb. Voor de perfecte outfit. Ja, ik mag alleen kiezen uit een rok en een broek. Dus. Beetje de Fiat Punto van Mario Kart, laat maar zeggen. Oh shit. Echt, als ik hier weer geen boyfriend krijg. Venetië, nu lijk ik slim. Dat ben ik ook. Misschien. Hallo Homora, bitch. Hoe maak je een crafting table? Tag Team Racing, ook best wel vet. Lijp shit. Oh, wat een mooi is dit. En een bliksemschicht. Oh, wat mooi. Oké, een beetje respect voor je. Hij moet me wel dingen gaan leren, anders dan kom ik niet ver. Ja, leg je beken. Gaan we in de kast kijken. Misschien komen we wel Albert van Linden tegen. Je weet het nooit als je even in de kast gaat kijken. Ik denk dat jij nog wel moet oefenen, kutkind. Moet je bekken houden, jij. Ik ga graven. Wil je verder in mijn holletje? Nee. Kom maar in mijn holletje. Hey, rustig je, rustig! En dan slijt je scheur lekker met hun kontjes. Ik spank de dirt. Do you like that dirt? Ook naar jou. En toch gauw een piemel. Nee, ik weet niet wanneer ze die sturen, maar het was racistisch, dus racisme. Zoals jullie dus al zien ben ik de Minecraft expert van de twee. Je moet je echt alles leren, weet je, echt zo irritant is dat. Echt dat je alles een noob op sleeptouw moet nemen, weet je. Ik krijg er ziek van. Dat is de wagen van Luigi voor de mensen die dom zijn. Welkom bij een nieuwe aflevering van Broeder Bier. Broeder Bier. Normaal gesproken als ik dit soort versprekingen maak, denk ik, wat de fuck is er mis met me? En dan doe ik de intro opnieuw. Maar deze keer, welkom bij een nieuwe aflevering van Broeder Bier. Ik ben geen voorleesjuffrouw, wat denk je dan niet van me, Krenk? Nou ja, denk die beer heeft mijn broer, ik weet het niet. Iets met dode moeders en dood, iedereen dood en beren. Het slechte nieuws is, ik heb keiharde diarree. En als er aan de bal op komt, nee, lul! Oh mijn god, wat diep. Superveel reacties van mensen zeiden, wow, dit is echt mijn jeugd en zo. En toen had ik echt iets van, wow, dit is echt niet mijn jeugd en zo. Aangenaam. I came in like a wreck. Dit is gewoon timing. En ik had 2 broers, of 10 broers. En je weet het nooit meer, dat soort gekke indianenstammen. What? Oh ja, dat heb ik ooit tijdens een livestream gedaan. Ik heb ooit tijdens een livestream een concept gebouwd voor het huis zoals je het nu nog kent. Dit was serieus toen we bij aflevering 110 waren. Hadden we nog helemaal geen idee. Alleen het probleem is dat deze rat is nogal rebels. Hij wil liever niet het leven leven zoals hij het nu leeft. Ik moet even ervoor zorgen dat die honkbalrat zich een beetje bedaart. Want dit schiet niet op natuurlijk zo, hè. Hij is te rebels. Dat zeg je niet vaak. Dat zeg je niet vaak over mensen, maar hij is erg rebels. Ik moet bessen eten, anders kan ik geen totem pakken. What the fuck is dit voor drugs? Kinderdrugs. Oh man, kindercocaïne. Echt niet normaal. What the fuck is dit nou voor fucking fuck? Dus ja, kindercocaïne. Wat is het nou precies? Oh, ik ben een arend! What the fuck is dit? Wat gebeurt er met me?